Dag 2. Dag 2. Rugtas vol met de technische spullen. Gaan jullie met ons mee? We gaan naar een verlaten dorpje boven op een berg. En daar zijn oude muntjes gevonden uit 1700 door Virgilio zelf. Pik, hoe laat is het slapen? 2:30? Ja, later nog. 3 Jim, of zo. Jim kreeg ADHD en toen had hij het over een brandnetel of kreutel van de Veluwe of zo. Aardmol, veenmol. Ja, veenmol, aardkrekel. En een krekel die is half krekel en half mol. Zit je gewoon rustig je video's te editen en dan begint hij opeens over... Kijk, een veenmol! Helemaal enthousiast springen op zijn bed. Maar dat was Jim. Een plaatje ervan? Ja. Hij heeft molle handen en een krekel achterkant. Ja. En er was een gast die had zo zijn vingers en hij kon gewoon er tussendoor graven houden. En Jim was altijd aan het speculeren wat gebeurt als je hem tussen je billen doet. Ja, dat heb je wel 30 keer gezegd. Hij graaft hem zo naar binnen, zei hij, hij zegt, dan doet hij je kont open als een gordijntje zo. Kijk hoe het kan staan. Maar we gaan naar een spookstadje, hè, Brian? Hoe kun je nou graven? Het is allemaal stenen. You can just pick it up. Oké. Je kan het gewoon oprapen hier, als je detect. Zijn we al bijna? We zijn al uren lopen nu. We lopen al een beetje achter. Kijk, Virgilio en Alpen lopen dit iedere dag al. Die zijn het wel gewend. Maar we gaan wat daar slangen zoeken, heb ik gehoord. Een geest. Tui, hoe heet dat nou? Spookstad onderzoeken. Lekker. Oh. Brian zegt dat hij voortaan alleen nog maar een berg wil beklimmen. Met zware tassen en een schep. Dat het een beetje ja, chill is. We zijn al een stuk meer naar boven nu. Dat is wel een dingetje hoor. Waarom? Brian geniet. Brian geniet. Geniet die volle teugen. Kijk, hier is het geest, een spookstadje. Een fucking dorp, helemaal verlaten hè. Je zit helemaal hoog in de bergen. Normaal komt hier nooit iemand. En gewoon villa's, zit alles. Er zit zelfs een kerk, zegt hij. Chapel, we can go inside? Ja. Yeah. Ah, kom. Is een empty bar. Ah, doesn't matter. We made it. Yes. Yes, spot. Nick, now you... Is somebody home? Yeah. Wat zit er binnen? Er woont iemand. Die is super spannend, ouwe. Blijf wel. En wel vet hoor. Kijk dan. Het hele dak is hier ingestoken. Kijk dan hoe mooi dit allemaal is. Hier, wat had je? Een ketting denk ik, van een beeldje met... Oh, wauw. Dit is de vier van de statue. Ja, yeah, wat is dat dus? Dit is de carrying. Ja. Yeah. Meneer Brian is daar aan het pakken van de detector al. Hey, fucking spannend hier. Hier is al helemaal ingestort zo. Hier nikken ze. Hier, hoe moeten wij nu? De kelder, hebben ze niet een keldertje gemaakt ergens stiekem? Kan. Daar hebben ze mijn spullen verstopt. Kijk, daar liggen ook de schoenen. Nee. Ja. Die zijn eeuwen oud al. Hier zit wat onder. Wat is dat? Stones. Hé, hey, een trappetje.
Oh ja. Oh, oh, zullen we naar het balkon? Ja. Oh, de keuken. Nee, nee. Oh, wat vet. Hier een oude vaas, pannendeksel. Kijk dan hoe oud het is. Kijk met een kraantje. Ja, dan moest je nog een vuurtje stoken. En dan werd die plaat werd heet. Ja, geweldig. Dit is een dikke Urbex hoor. Als ze denken, hè, ja, dat ze door de burgeroorlog gingen de mensen vluchten. Die wilden de berg in, want die wilden niet doodgeschoten worden. Ja. En toen de oorlog voorbij was, ja, toen was het kut om hier te wonen. Want je hebt geen wegen, geen elektra, ja, helemaal niks. Dan zat je geïsoleerd. Toen zijn ze weer allemaal teruggegaan naar de stad. Kijk, de berg. Nee. Ja. Wacht hoor, Nick. Met stro nog. Hé, hey, hier zit de zolder. Ook nog. Kijk dan, er zit hier gewoon een zolder. Wat zal daar liggen dan? Dit is het. Wat is dat voor dit? Is het de onderkant van een kruisje? De kant? Denk het wel hoor. Ja? Staat niks op? Ja, zeker weet ik wel. Kijk dan. We hebben een coin. Ja. No, no, no. Zilver? Nou, aluminium, denk ik. Het is een dubbeltje. Very beautiful. Is our last coins before the euro. Nou, nou, is nice. Ah, oh, geweldig, ouwe. Je eerste muntje. Ja. Jeff, wat je van de Old Spoon? Oh. Marion, hè? Ja. Kijk, Alba zei dat hier ook allemaal cicades zijn. Dat zijn die krekels die over herrie maken. Die wonen of onder de grond, of in de boom. En die maken de hele nacht door geluid. Die doen een krr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 
oorlog. En zegt het is van een Franse label. Hij heeft een vermoeden. Dat daar, bij dat gebouwtje, zie je toch dat het zand helemaal stuk gelopen is. Dat daar zijn stal is. Daar woont de Toro misschien. Gaan we zo meteen even kijken wie er is. Maar wanneer is lekker detecten? Dat komt vanzelf wel. Wat moeten we dan doen eigenlijk? Dan moet je het op de grond gaan liggen, plat. Nee, je moet hem net voordat hij komt. Ik denk alsof hij in dat huisje zit. Ja. Die moet ook beter niet komen houden. Komt dit? Brian is heel snel waren we weg eigenlijk. Hij kwam uit de schuurtje meteen rennen. Hij werd helemaal gestoord in zijn hoofd ook. We zijn op een andermans veldje. We moesten net een kaart vluchten voor die hond die daar zat. Hij kwam meteen ouwe. Brian zag zijn hoofd al over die hek gaan en het was een gekkenhuis. We moesten echt even rennen. Welkom in Spanje. En het is hier fucking warm de hele tijd. Oh, Spaans of Romeins? Ja, dat zou best kunnen. Dat is misschien wel zilver, want hij was 80. Hij moet hem kijken. Hij was 80, weet je. Zilver? Ja. Zo kunnen ze toch. Oh, is een rasello. Ja, maar bij die. With a... It's very... But it's difficult to see, yeah, see a little something bit in this. Yeah, yeah. But it's very, very old. Yeah? Yeah. Very old. Roman? It was 85, so signal. So it's copper, silver? Maybe? No, this is very old. It's a rasello in Spanish. Oh. It's Maravedi, which changed his value, you know, and then they put another rehammer. Value. Yeah, rehammer. Oh, but really it's cool. Very old, maybe from 100... I don't know. Kijk dan! Een eerste oude dikke muntje. Virgilio zei dat die munteenheid waarde was veranderd en dan hebben ze die munten herslagen of zoiets. En daarom zit hij een beetje vannacht. 1800. Hmm. Oh, kijk dan wat Virgilio vond. Wat een dikke munt. Hij heeft hem wel geraakt met de schep. Ja, hij schep het wel. Not for you. No. No, 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 no. Oh, keep it by. We will. Have a lot of it. Oh, really cool. Yeah, maybe we can see. Bad. Who's on the portrait? Is a what can you see statue? Is a Cibeles, yes. Nick denkt dat die beef is van Buttered is met zijn shirt zo. I'm Cornholio. I need tipi for my bammo. Waarom zijn ze rood als ze krijgen? Mijn hele nek is vermoord. Oh? 1870.
Ja, oudje, hè? Mooi, hè? Super, koper munt. Kijk dan, een zilvermuntje. En rode mieren. Nee, het is geen zilvermuntje. Je weet niet. Nee, het is hetzelfde als jij net had. Yes, we found her. Ah, no. What? Ah, no, it's a rode operation. It's for, but it's very, very warm, you know? Yeah? Yeah. 70... No, it's too... It's like... It's very warm, you know? But this is a good coin, eh? Yeah! Dan we hebben al dikke munten, ouwe. No. What have you found? Very strange. Yeah? Very, very strange. Het is allemaal wat. We hebben dus een stalen pot gevonden. Het heeft hier echt niks te zoeken hier. Op de fucking... Gaat die fucking stijl naar beneden. En dan ligt hij hier op een rand, ligt op een stalen pot begraven. Brian is daar al ingestort. Die is maar op het veldje gaan zitten. En ik ben gewoon lekker aan het lopen in het zonnetje, ik ben lekker bruin. Nog dit muntje. Hij zegt heel oud, maar ik weet niet wat fijntje het is. En Brian heeft die naast, heeft hij een. Ja, 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 ja. Kijk, no, kijk, no, no, look, look. Ja. Ja, yeah, wow. Wat? Ja. Wat, wat? Ja, ja, ja. Ah! Oh, kijk eens. Ah! Kijk dan. Kan hij zien? Ja, of course. Kijk, kijk. Oh, maybe we can see something on it. We need to clean. No, oh, je moet het met je mond doen. Hier, look. No, mijn ogen, por Dios. Maybe? No, no, accept it. No, it's, oh. It's very old. It's very old. Yeah. Let us see. Wat heb je? Weer zo eentje. Oh, deze is mooi. Another coin. This one is clean. Ah, oh, van wat hier? Kijk, Brian vindt het hier, hè? Op zijn kleitjes. 1817. Oh. 70. Oh. 79. Yeah, that's good condition. From Alfonso XII. It's a king. Oh. Cool. Wow, die is nice. Mega mals. Ik put hem in je mouth. Hij is super mooi nog. Hij is echt super mooi. Doe je hem in je mond? Ja, ik kan hem doen in mijn mouth. We do it all the time. I hear his voice from behind the tree. I have a brush? No. Toothpick. My ring is his son. No. Oh? It's Alfonso XIII, Alfonso XIII, and this is Alfonso XII. Oh. Oh. Nice. We also found the coin, Virgilio. Another? Yeah. Alfonso XII. Wow, this is very good, eh? Very yeah. Good shape. You mira, know. De 1800, ¿qué? 79, pone. A ver. 1879, esta se ve muy bien, Alba. Mm-hmm. Je kan er gewoon weer twee muntjes houden. En dit is een hele mooie. This guy introduced the pornography in Spain. Yeah. Yeah, yeah. Oh, good. Oh, that's no, the reason the why Brian found third, it. I think it's the third. Dus hij of zijn vader heeft de porno geïntroduceerd in Spanje. It's the king of porn. The king of porn. You know? Pak hem mooi. Die is mega mos. Die moet jij aan je ketting maken houden. Nee, zonder. Jij is zo mooi om te gaan om te boren. Ik weet het niet. Ja, dat is ook wel. Hij is uit 1870, weet je. Hè? Dat heb ik er nog lang niet. Wat is het? Een vingerhoedje om te snaaien. Oh, wow. Kijk, look. Een fingerhead. Dat is een hele rarissima, Alba. Echt, vingertje. 30, 40 of zo. Cool, hè? Ja. Yeah. Voor jou. Ah, oh, thanks. Zal Nick een muntje hebben, jongens? Wat daar heen? Ah, is een piece of coin. Ah. Piece of coin. Ah. Aan de zijkant kan ik wel zien dat het echt schuin is. Kijk, als ik gewoon... Het lijkt helemaal
Kijk, ik sta nu gewoon recht. Maar hier, kijk, het gaat zo naar beneden, want niks staat daar. Maar als je aan de zijkant... Het loopt hier zo stijl, loopt het. Kijk, wat Brian heb hem. Kijk, kijk, hij ligt hier al. Nee. Hier zit hij. Wow. Wow, die is wel mooi, ouwe. Een Pessa uit 1960. Echt? 1960? 61. Sorry. Ik denk niet dat je meteen verstand van had. Zo, echt hè? 1960. Ja, dat kan helemaal niet, wat was je er niet? Het is wel mooi, hè? Ja, het is Franco. Ja? Franco was de dictator van Spanje. En het gaat lekker met de muntjes, jongens. We hebben echt wel muntjes gevonden. I think almost any is got in a munt. Yo. But it cannot all fit in the bag, so he stops af en toe in the bag. You know what I mean? Man de bing. And I only find bullets, hangrocks. Hier, maar kijk hoeveel munten we al hebben. Hoeveel zijn het er nou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hoor, pik. Het rioolwater hier is zo schoon. Kijk, iedereen op het warm. Goed idee. De breinkoel is Nick Cooler's shirt hier al in. We slaan hem. We gaan Nick ook slaan met... Nee! Ook Nick slaan met de... Hou op, joh. Ik ben overal verbrand, ik wil geen klappende vis. Ik wil niet verbrand. Ja, ik wel. Hij is echt nat, mijn shirt. Jawel. Helemaal droog. Kijk wat Brian hier allemaal uit de fles haalt. We zitten in het verlaten stadje, hier is een kraantje met ijskoud water. Ik weet niet of je het kan drinken, maar moet je kijken hoe goed het eruit ziet. Het is koude fles, het is gewoon super gekoeld. Mountain, what do? Het ruikt wel normaal. Nee! Hoe smaakt het? Mm. Is het lekkerste? Je mond smaakt lekker, maar ik durf echt niet door te slikken. Heb ik nog wel gefilmd dan? Nee, ik weet het niet. Drink and to clean the clothes. In the last, in the ancient village. Yeah, but they had no choice. And maybe they boiled it before they drank. Yeah. Brian, je moet dus die fles in je kont doen. En dan moet je hem moet je naar beneden gaan liggen met je hoofd. Ik doe dat wel, kom maar, stop hem. Ja, of blijf maar doorzoeken. Hij heeft meteen een vette, dikke munt of knoop gevonden. Oh, een navy knoop. Kijk dan, een marine knoop. Oh, geweldig. You know, bears very, very strange boetas, you know. I think, I find a ferrocarril button. Yeah? Yeah, near here. Very strange. Why are... Oh, cool. Thanks. Why are they all on the field? I think the sea is over that way. Wat hebben we vandaag allemaal gevonden? Dit. En jij? Niks. Oh, maakt niet uit. Ik heb gekeken. We hebben allemaal mooie troepjes gevonden. Dingetjes. Ja, dat hebben we wel gezien. Ja, dier hoort eigenlijk hierbij. En deze is ook hierbij. Dit is allemaal troepjes. En hier hebben we al die muntjes. En wij hebben geen idee wat het allemaal is. Dat is wel munt. Het is heel oud. Gaan we een keertje opzoeken nog. Het is heel oud. En musketballs. Deze hier nog. Dat is een bukkel. Musketballetjes. Paarden dinges. En een lepel. Kogeltjes. Maar die vinden we vaker nog. Maar is toch wel mooi. Maar die van de Spaanse burger. Is het linse. En dat is een... Het beest links. Die grote kat. Nee. Wow. Ja. Die leeft hier. Waar dan? In die bosjes? Ja. Hebben jullie wel eens links gezien? Ja, alleen naar rechts. Ja, meestal, ik heb wel eens een links gezien hoor. Oh, dat is links. Oeh, het is hier link. Links is waar je duim rechts zit. Rechts is gevaarlijk, hè? Kom maar. Ja, daar zit je duim links. Nice. Zit daar hoor. Now we have to walk. It, on the camera you don't see it, but it's... All the way to the village over there. Ja. Yeah. We cannot see it on camera because it's so far. We moeten helemaal naar de dorp lopen, jongens. Wat zie ik in die bomen allemaal groeien in het wild? Hoe heten dit, deze nootjes? Dat heette beukennootjes. Nee, Nick, dit heette. Ik zie niet eens wat je aanbrengt. Nutella-nootjes! Wat, hebben we hazelnuts? Ja, hele bomen vol. Ik weet niet hoe je ze moet eten. Weet iemand hoe je een hazelnoot? Hoe je een hazelnoot moet eten? Ik denk dat je ze moet roosteren eerst. Maar dit is... Wat zat erin?
Wat zat er in, Nick? Zo, hazelnoot. Niet in je mond. Dat is nee. Ik heb mijn tanden gehad. Ik ging zo over mijn nek, man. Ah, joh, hij zat in die korst te knauwen. Je moet die binnenkant eten. Dat openmaken met je kiezen. Dit kan je eten. Wat zit erin? Ja, dat wel. Dat is de hazelnoot. Hoe maak je dat open met je kiezen zonder dat je breekt? En? Ja, het is maar gewoon hazelnoot. Echt? We gaan naar beneden lopen. We zijn onderweg naar de auto. En we zijn lekker aan het wandelen. Het gaat wel een stuk beter naar beneden wandelen dan naar boven. Want het was erg wel fucking in de ochtend, jongens. Maar we gaan nu lekker naar beneden. We gaan wat eten halen en wat drinken, want we hebben best wel dorst. En iedereen is een oude hoer eigenlijk. Dus, maar we hebben dikke munten gevonden, jongens. Dus het was echt wel een gave dag. Het is echt wel vet land, Spanje. Mooi, mooie natuur. Lekker. Heuvels, bergen, dat is altijd goed. 100 punten, zeg ik. Ik loop gewoon hier die bergen weer af. En ik zie gewoon lekker aan mijn rechterkant zie ik de bergen. Kijk eens hoe mooi, jongens. Misschien kan je het zo een beetje zien als het steil is. Maar het gaat echt zo'n eind naar beneden. En als je dan hier kijkt hoe die naar beneden gaat. Het is zo fucking steil. Maar het is slecht te laten zien op de camera. Maar kijk maar, het zweet op mijn hoofd hoe stuil het is. Als je hier zou vallen, dan kan je zeker niet meer stoppen met vallen. Ja, hier wil je niet remmen met de auto in ieder geval. Hier, kijk wie eraf moet lopen, joh. Ja, snel. Brian loopt hartstikke snel naar beneden. Ja, daar is Egmond aan zee. Ja, dit zijn de duinen gewoon. Nee, we zijn aan het rijden, want waar gaan we heen? We gaan naar de Kloten, dat is een plaatsje in Spanje. Wij vroegen ons eigenlijk af waarom die al die bergen zo afgegraven waren. Die hebben een hele goede theorie. Ik denk dat ze je duizenden kippen gewoon laten schakelen. Die graven naar alles als moer en hebben opeens een echte weg. Om heel even asfalt eroverheen te doen en klaar. Logisch, lijkt me. Onze kippen ook, die gaan zo schakelen in de tuin en zijn rondje. Hebben ze opeens een heel gat, zie je alleen nog een staartje bijna. Dan hebben ze maar alleen maar zitten schakelen. Waarom weet niemand eigenlijk? We zijn aan bij Virgilio. No, this is not mine. This is a gift to my grandma, to my grandmother from family people. Gift. But it's come out of the river. Yeah, this is this is from dit, the river. Dit komt uit de rivier waar we morgen gaan zoeken. Allemaal goudsplintertjes, dat weegt natuurlijk helemaal niks, maar het is wel nee, echt het is wel echt goud. Het is wel super gaaf. Hier wordt helemaal in een heel mooi doosje bewaard. Yes, something like that. Kijk dan hoe oud het is. Hij zegt dit is een typisch gebouw om voedsel op te slaan. Er staat dan op stenen en er kunnen de beestjes niet bij. Hij zegt typisch voor deze regio is dit. En we gaan met ze mee op zoek door. En allemaal soorten huizen en dit is oud en deuren zijn open en het kan allemaal. Maar je weet niet wat urbex is of wat wild is, maar het is wel echt zijn dorp. Kijk, zie je, weer zo'n huis. Dit is best wel een leuke stad zo eigenlijk. Het is best wel leuk om het je te laten zien. Het is echt wel ja, een andere wereld. Ik ben nog nooit in Spanje geweest, dus voor mij is het ook allemaal nieuw. En dit is denk ik de kapel. Maar Virgilio's opa of zijn overgrootvader die was een rijke man uit Cuba en die is hierheen gegaan. Die heeft toen een huis laten bouwen hier ook. En dat is de winkel en daar slapen we ook vanavond. Hij zegt dat het de perfecte urbex locatie is. En Brian gaat een nachtje hier al overnachten, alleen. I will sleep there alone for a video. 24 uur? Sleeping alone in an abandoned building. Yeah. It's full of stuff, eh? I come here with Alba last year and it's full of things. No. Moet je nou kijken hoe de mensen hier leven, jongen. Helemaal tussen de bergen. Alles is mooi, plantjes, kleine huisjes, dingetjes. En het is nog oud ook, hoor. Hij heeft hier gewoon Romeinse munten gevonden tussen de bergen. Ik kan niet eens voorstellen dat ze er toen al waren hier. Kijk, we zijn lekker aan het eten. Ja, gezellig, prachtig. Heerlijk. Kijk eens, eitjes. Wijntjes. Almost wild chicken. Wie nou? This chicken is in the wild. Oh, no, wild chicken eggs. This is very good egg. Wilde kippen-eieren. Yeah. Pizza's. Yes, we talk about salades. Kijk, we gaan wat heel speciaals proberen hier, hoor. We hebben een cider champagne. Regionale appelsider. Ja, dus we gaan... Dit is de champagne van de streek. Ja, kijk. Dus dit is het. Cidro Getaro. Gracias. Dus die gaan we gaan proeven. Wauw, bedankt. Geweldig. Het bubbelt.
Toen was het wel een begin. Ah, Joef. No bueno, pues nada, ya lo Ching ching. Ching ching. Ching ching. Ja, we gaan met papa proosten. Ja, een señor que murió como el coche mío. Murió el señor y le dieron el coche. Ching ching. Ching ching. Arriba, abajo, pa' dentro. André, André, arriba, arriba, arriba. Zo! Smaak lekker zoet, ouwe. Dat is buenísimo. Sla staan achterover. Pik, je moet even... Hij smaakt net als het andere drankje, hoor. Oh, boterbouwluis? Ja. Wow. Brian, Nick, doe de human flag. Wow. Zo moet het. Doet hij het, hè?